precies in het midden. Is de bedoeling. Tenminste, dat wil de architecte, Maite Vos. Ik zelf dacht aan de linkerkant, maar zij vindt het beter als het in het midden komt. Omdat mensen vanuit de bankjes en van het terras er naar kunnen kijken. En natuurlijk ook vanuit de klimduin en vanuit de honky-tonk. Dus op zich is het misschien wel een hele strategische plek. Het Rode Leeuwplein onder het klimduin in Schorrel krijgt in 2024 een metamorfose. En daar hoort bij een beeld van Teun de Jager. Iemand waarover schrijver Nicolaas Beets schreef in de Camera Obscura, zijn beroemdste boek. Waarom is het zo belangrijk dat dit beeld van Teun de Jager hier komt te staan? Omdat het speelt in de Schorrelse duinen. En Nicolaas Beets, de schrijver, ook inspiratie heeft opgedaan met zijn verloofde Aleide van Foreest uit Heiloo. In de duinen. En hij heeft zich wel degelijk georiënteerd op deze omgeving. Dus het is wat dat betreft ook historisch, maar ook plaatselijk van belang. Wat is het verhaal van Teun de Jager? Hoe gaat dat? Het verhaal is heel erg tragisch. Teun die moet een aantal zeg maar hoenders, patrijzen schieten van Seitje. Seitje is zijn geliefde. En dan heeft hij 's nachts een hele nare droom. En de volgende dag gebeurt waar hij eigenlijk ook op bang voor was. Hij schiet per ongeluk met een geweer. Teun schiet per ongeluk met het geweer Seitje dood. En daar heeft hij zo'n trauma van dat hij 2 dagen later zelfmoord pleegt. En geen heil meer in ziet om nog verder te leven. Dus het is een romantisch verhaal. Begint heel mooi, maar het eindigt heel slecht. In Duitsland is er een andere versie gemaakt waarin Seitje nog is blijven leven. Okay. Dus ook dat kan. Ja. Maar Beets heeft voor Nederland voor gekozen, de Nederlandse versie, om Seitje echt dood te laten gaan. En Teun daarna. Heeft Teun de Jager nou echt geleefd? Of is het bedacht door deze Nicolaas Beets? Ja, dat is de grote vraag. Als je kijkt naar een huisje waarvan we het toeschrijven aan Teun de Jager. Ik vermoed dat hij hier heeft geleefd. Want je zou zeggen, waarom is er ook anders een Teun de Jager school? Maar ook een Teun de Jager jeugdherberg. Het moet ergens vandaan komen. Maar wat we wel weten is dat Beets zich enorm verdiept heeft in deze regio. Dus ik sluit het niet uit dat hij ook echt geleefd heeft. De gemeente Bergen vraagt nu via een advertentie onder andere aan kunstenaars om een schetsontwerp te maken. We weten nog niet precies dus hoe dat beeld eruit gaat zien. Nee, absoluut niet. Maar het is zo dat de historische werkgroep, Arjan de Rijk en ikzelf, daarvoor was ook Alfons Leijsen nog een tijdje actief. Wij hebben een soort profiel opgesteld van waar het beeld aan zou moeten voldoen. En dat moest een robuust beeld zijn, historisch, romantisch. Teun met zijn weitas, met een geweer, maar ook met zijn hond Veldin aan zijn zijde. En dat moest een bronzen beeld worden van ongeveer 1,80 meter op een sokkel. Ja. Dat idee hebben we voorgesteld en dat heeft de gemeente overgenomen. Dat heeft ook in de Bergs Nieuwsblad gestaan. En dit is ook al allemaal in het kader van de herinrichting van het centrum van Schorrel. Zijn er nu al kunstenaars die interesse tonen en alvast aan het nadenken zijn? Ja, we hebben een aantal kunstenaars. Ik kan geen namen noemen, maar want ik vind te veel, dan beloof je ook eigenlijk iets. Maar denk dan aan mensen die bijvoorbeeld de wasvrouwen hebben gemaakt in Groet. Is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Er is in Egmond iemand die heel actief is en belangstelling heeft getoond. En zo zijn er wel meer reacties binnengekomen. Er zijn beeldhouwers die het beeld al hebben onthelst en eigenlijk min of meer voor zichzelf hebben geclaimd. Wij verwachten dat het beeld hopelijk klaar is in voorjaar 2024. Dan zullen we ook de wandelroute ten doop houden op diezelfde dag om dat feestelijk in te leiden. Ja. Dus het beeld komt tegelijkertijd met de renovatie van het plein? Ja, dat is de bedoeling. Ja. En die wandeltocht, waar gaan we heen wandelen en waarom? Wat bepaalt de route? Ja, we kunnen beginnen bij de school, maar vermoedelijk gaan we beginnen bij de paardenmarkt. En gaan zo richting de hervormde kerk. Dan gaan we richting Klimweg, mogelijk langs het huisje van Teun. Gaan we Klimweg omhoog, komen we bij de oude jeugdherberg, wat nu spiritueel centrum heel en al is. Langs de Radartoren en komen dan bovenuit bij het klimduin. En dan is het aan iedereen om vrolijk naar beneden te hollen. Dan wel dat we heel plechtig met het gezelschap weer teruglopen via de klimweg. En hier weer komen om het beeld te onthullen.
En wat maakt die route nou typisch Steunenjager? Ja. Of is het gewoon random een route die bedacht gaat worden? Nou ja, we doen het in het kader, is het kader van Teun. Ja. Maar we hebben daarvoor de route ontworpen. Er komen ook borden, is de bedoeling. Ja. Ik hoop dat de gemeente dat ook allemaal keurig zal verzorgen. En op elk bord staat een stukje geschiedenis over Teun de Jager. Dat ga ik nu nog niet verklappen. Maar dat kun je straks zien als je de route volgt aan de hand van de borden. Het is grappig dat je praat over het huisje van Teun de Jager. Terwijl Teun de Jager waarschijnlijk helemaal niet heeft bestaan. We zien daar nu een beeld van. Hè? Dit is het huis. Dat zien we nu in de montage. Waarom is dit het huisje nou? Waarom is dit het huisje? Je krijgt de primeur, hè? Ja. Niet verder vertellen. Nee, maar wij vermoeden dat het het huisje van Teun is. Daar gaan we vanuit. Misschien zijn er ingewijden die het echt kunnen bewijzen. Maar daar wachten we ook eigenlijk nog op. Maar we hebben wel een beeld van dat mogelijke huisje. En dat zit in de route. Dus dan is het geheim, wordt het geheim onthuld eigenlijk. He, in de veronderstelling dat het echte huisje is van Teun de Jager. Kees de Bakker is verbonden aan de historische werkgroep Teun de Jager. Hij zette zich puur uit interesse in om het beeld van Teun in Schorrel te krijgen. Nou, het is mijn plan van ongeveer 32 jaar. 32 jaar doorzetten en niet laten rusten. In 87 gaf ik Teun de Jager uit, het verhaal in 19 eeuwreeks. In 1990... in de oorsprong een voorlichtingsavond. En nu praten we over 2022. Dus we moeten ontzettend veel geduld hebben. In 2024 komt het beeld er als alles goed gaat. Ja. En wie bepaalt nou uiteindelijk welk het wordt? Uiteindelijk wordt de keuze gemaakt door de werkgroep, de historische werkgroep Teun de Jager. En wandelroute Teun de Jager. Daarnaast, dat doen we in samenwerking met de kunstcommissie van de gemeente Bergen. En uiteindelijk zullen de laatste drie genomineerden worden voorgelegd aan de bevolking van gemeente Bergen. Dus ook die hebben nog, de mensen hebben ook nog inspraak. Ja. En de uiteindelijke keuze, hopen wij, valt op degene die wij als nummer 1 de meest geschikte vinden. Dat is natuurlijk even afwachten.